ik jou leerde kennen, wist ik dat ik onvermijdelijk verliefd op jou zou worden. Je bent immers behoorlijk perfect. Wat naast het feit dat je ongelooflijk knap, slim en grappig bent, ben je ook oprecht en lief en begrijpen we elkaar. Ik werd verliefd op het gevoel dat je, ook al zei je me het niet, me graag zag. Dat je er was, me steunde en me nam. Zoals ik ben. En waarom is het zo humoristisch? Of waarom speelt je liever zo meer grappige toneelstukken? Ja, ik weet dat niet. Dat hangt echt af van moment tot moment. Ik denk dat nu voelde van oké, ik moet iets brengen. En er zijn heel veel mensen die mij die richting insturen, omdat ze mij gewoon kennen van op café meer dan buiten. En ze sturen mij dan wat die richting uit. En denken van ja, hij kunt wel goed entertainen, doet dat. En de directeur van school heeft ook gewoon gezegd van probeer het dan een keer. Misschien lukt u dat wel om gewoon mensen een half uur te entertainen. Nee, dus dat is iets wat ik zelf gewoon geschreven heb met het idee van ik wil daar wel iets mee doen. En ja, ik denk dat nu gewoon een paar weken geleden bij mij is opgekomen van er valt echt wel heel veel te doen met het materiaal dat ik nog liggen heb en ook heel domme dingen gewoon. Het is zo makkelijk als ik over gewoon ja, thuissituaties zo vertel, dan vind je dat raar, maar mensen lachen altijd en uiteindelijk blijkt dat wel een heel goede entertainment iets te zijn, iets wat iedereen ook herkent te zijn. En uiteindelijk blijkt het allemaal zo ja, simpel te zijn van gewoon pak wat dingen uit je omgeving. En... Mama, ik heb nog een beetje honger. Nee, kut! De whiskas is al bijna op en je weet het, de kat gaat voor. Mama, mag er een vriendinnetje komen spelen? Ja, kut! Mogen wel. Willen. Nee, ik heb hem niet vermoord, oké? Ik heb hem alleen maar geïmmobiliseerd. Ja, dat je dat stuk alleen brengt, is dat een keuze dat je zelf gemaakt hebt? Of is dat ze je hebben opgelegd ofzo? Dat is gewoon een keuze dat ik zelf eigenlijk wel een keer gemaakt heb. Omdat ik wel een keer confrontatie met mezelf wil aangaan. Puur om te weten van, dat ik op mijn eigen... Het enige is wat ik op dat moment kan vertrouwen. Het heeft wel een dubbele bodem. Dat je niet één... verplicht zijt of zo om met iemand samen te werken, maar het heeft ook het feit dat je er helemaal alleen voor staat. En je hebt ook niet dat iemand u commentarieert, je hebt niemand die u eigenlijk met je feedback geeft. Dus je staat echt alleen en je bent echt geconfronteerd met je eigen en ben ik daar echt wel eens dood aan. Dat is waar, maar zwart zit er toch niet voor te betalen. Ik ben heel serieus. Heel serieus is dat ik nog nooit serieus genomen ben geweest. Ik ben nog nooit serieus genomen geweest. Ik ben alleen maar serieus genomen geweest, ja. Ik ben nog nooit serieus genomen geweest. Want ik sta hier ook maar en... Schoon, hè? Iemand die oprecht is. Dat is mooi, hè? Ik hou er wel van. Het is de eerste keer dat ik alleen sta en ik heb er enorm van genoten van... op mijn eigen manier te werken en volledig mijn eigen ding te kunnen doen zonder afhankelijk te zijn van iets of iemand anders. Ik ben...